Olivier, hoe zwaar is die? Ja, nou niet zo zwaar als verwacht, maar hij is echt prachtig. Ik ben er zo blij mee. Hij is echt prachtig. Het was een heel bijzonder seizoen voor jullie, hè? De dubbel gepakt. Ja, dat is een fantastisch eerbetoon, denk ik, hè, voor Floris. Ja, nee, dit is ongelooflijk. Onze eerste doelstelling was om kampioen te worden voor Floris. En nou, toen dat uiteindelijk was gelukt, hebben we met z'n allen gezegd van nou, dan hebben we nog één taak en dat is gewoon die beker halen. Ook gewoon voor hem, voor Floris. Net hebben we hem gewoon de lucht in gehezen, gewoon voor hem. Gewoon echt alleen maar voor hem. Dus ja, daarom. Het is mooi. Robert, wat een seizoen. Ja, ik gebruik de woorden onbeschrijfelijk en geen woorden voor, maar dat is nu ook echt. Alles wat je kan winnen hebben we gewonnen. En ja, ik heb er nog echt geen woorden voor. Ik denk dat iedereen hier ook, je ziet dat iedereen heel blij is, maar dat iedereen heel erg aan het nadenken is, wat hebben we voor elkaar gekregen. En ja, het is echt onwijs gaaf. Nou, wordt het shirt met rug nummer 12 de lucht in gehezen, hè? We weten natuurlijk allemaal waarom. Hoeveel kracht hebben jullie daaruit gehaald dit seizoen? Nou, ja, met name de competitie. Het was de competitie waarin we zeiden we willen kampioen van Floris worden. Alleen ja, als je 30 november de eerste wedstrijd tegen DSAC speelt en die win je, dan ga je er niet vanuit dat je 7 maanden hier, later hier staat. Maar we zeiden natuurlijk wel in de voorbereiding hier naartoe van dit gaan we ook gewoon voor Floris doen. Want het is hetzelfde seizoen. Maar we hebben er nu, ik wil niet zeggen, minder aandacht aan besteed. Alleen het was al allemaal zo mooi. Dus we hebben ons met name ook tactisch en technisch voorbereid op zo'n wedstrijd. En natuurlijk hebben we rug nummer 12 erbij heel erg bij betrokken. Nou, een mooi feestje vieren denk ik met de Green White Army. De supportersgroep die in de Silver Cup is ontstaan bij jullie. Wat zou ik erover zeggen? Het zijn gewoon echt een hele hoop gekken bij elkaar. En zonder hun was het gewoon niet gelukt. Wedstrijden hebben het echt lastig gehad. We hebben de laatste dan met 3-0 gewonnen. Die ene laatste hebben we ook met 3-0 gewonnen. Maar daarvoor was het echt lastig. En was het gewoon zonder hun niet gelukt. Dus het is echt ziek. Echt ziek. Ja, en dan scoor jij in de finale de 2-0. Misschien wel de bevrijding voor Alphen. Hè? En was het een bewustje, die lopgoal? Het was wel een bewustje dat hij er zo overheen werd gelopt. Maar dat hij er vanaf daar ook nog in rolde, niet echt bewust. Maar nee, het was zo mooi dat hij er uiteindelijk in ging. Was ik zo blij. Had ik niet durven dromen. Dan is het een bekerseizoen voor jullie tegen heel veel eerste klassers. Waar tegen jullie je wilden bewijzen. Nou, volgens mij is dat wel gelukt met in de halve finale 3-0 en in de finale weer 3-0. Waar gaat dat volgend jaar heen? Ja, hele goede vraag. Weet ik niet. Ik wil niet zeggen niet over nagedacht. Alleen je schakelt. Nou ja, inmiddels geloof ik 6 of 7 eerste klassers uit. Ik weet het even. Ik kan het nu echt serieus niet even ophalen. Waarvan echt gewoon hele goede teams. Als dit team gewoon in zijn taak kan spelen en zich aan de afspraken houdt en heel veel plezier heeft, ja, dan zijn ze tot heel veel in staat. Alleen ik weet niet waar zoiets naartoe kan. Nee. Ga nu een feestje vieren met de groep. Veel plezier. Ja. En nu, Olivier, wat gaan jullie nu met het team doen? Gaan jullie terug naar Alphen en dan feest vieren? Ja, nou, we gaan hier natuurlijk gewoon. We hebben allemaal kratten bier hebben al meegenomen voor de zekerheid. Je weet natuurlijk maar nooit. Dan gaan we naar Alphen en dan hebben we met het team een afsluiting bij één iemand thuis. Ja, daar wordt het één gekkenhuis waarschijnlijk tot diep in de nacht bier drinken, wat dan ook. Dus ja, zo gaan we het vieren. Ga ervan genieten. Dankjewel.